liefst 5 over. Nou, ik zit er zo in van als... Moet nog wat mensen bellen namelijk. Nee, maar ik zit er zo in van als wij de cave kunnen doen, dan doet er daarnaast de Rhyhorn, Glittering Cave, en tenminste het fossiel kunnen oppakken. Dat kan... We hebben wat tyfus veel progressie gemaakt. We hebben heel veel progressie gemaakt. Dan kunnen we volgende part gewoon beginnen in gym 2. En dan kan je van mijn part de fossiel gaan reviven offscreen. Sowieso grinden. Ja, sowieso grinden. Zubat Roost. Ja. Oké. Okay. Zeg maar... Mijn encounter! En Meditite! Dat is niet verkeerd. Dat is echt niet verkeerd. Mijn encounter en Whismur. Hey, Explode, ik heb liever... I know. Ik zou jou op Pokémon willen hoor. Ja? Ja hoor. Ja? Je zou hem willen in plaats van de Meditite? Ja. Oké, dan weten we wat we moeten doen of screen. Ah! Nee joh, dat hoeft niet heel. Dat hoeft dan ook weer niet. Ja, het kan nu wel. Het is wel ja, het kan eindelijk. Oké, is die klaar? Nou, Whismur. Gevangen trouwens. Ja, ik ook. Ik noem hem Demper. Oh, het is een meid. Ik noem hem gewoon Yoga. Ben ik klaar. Nee, ik noem hem Yogi. Ook goed. Wauw, het regent. Dat is... interessant. Wat, buiten? Nee, op route 8. Oh. Dat is eigenlijk interessant. Ja, bon voyage, roddel op. Hiervoor heb je string nodig. Dat heb ik dus niet. Oké, encounter voor mij. Route 8. Yes! Bacon! Wauw! GG. Alleen terrible voor trainen. I don't care. Onthoud, ik heb Pokémon Battle Revolution voor jou voor een hele lange tijd gewoon gefixt. Een hele middag. Dus in dat opzicht. Ik vind dat totaal niet erg. 1. 2. Nee, zit niet in. Okay. Ja, als ik hem kan vangen, doe ik het ook. Toch een bacon. Up, level 17, Dwayne. Ik kwam eigenlijk de fuck noemen, maar dat lukte niet. Uh-huh. Dwayne the fuck Johnson. Ah, please Bacon, ga in die fucking bal. Pok was op, oeps. Nee, ik heb nog 8 great balls. Maar ik heb hem op een lead seat gezet. Oh. Rip hem. Oké, nice. Fucking hell! Wat is het? Nee, ik ben gestadact. Oh. Van Pikachu. Natuurlijk ben ik gelijk geparalyzed. Mm-hmm. Ik moet meer psychic moves gaan doen. Je moet gewoon meer special moves doen, dat is een beetje voor mij het probleem. Zal ik even voor je kijken welke Pokémon je kan vangen? Doe eens gek. Oké. Je hebt de Connecting Cave en dan heb je route 8. Als ik het goed heb, was dit een hele goede route. Even kijken. Ja, Spoink. Voor jou een Survivor, een Absol, een Drifloon, een Mienfoo of een Inkay. En als Horn Encounter kan je nog een Talo vangen. Maar puur kijk ernaar, maakt niet uit wat je hier vangt. Alles is decent. Alles is decent tot goed tot aan eigenlijk bacon level. Wacht. Zit ik in de verkeerde cave? Laat maar gaan. Oh, ik had hier een Exu kunnen vangen. Ja, dat was er ook nog. Fuck! Ik heb geen strength. Hoe kom ik hier door deze cave heen? Er zijn 2 ingangen voor de cave. Je hebt waarschijnlijk de bovenste ingang genomen. Je moet de onderste ingang hebben. Oh, dat verklaart een hoop. Die cave, als we in Silla City komen, maar dat is pas voor de volgende sessie.
kan je daar gewoon het fixen. En dan kan je ook gewoon string gebruiken. Even kijken, zetten we Shinobu bovenaan. Zo, nu pas kom ik een zoeber tegen, ben ik blij. Had ik ook niet erg gevonden trouwens hoor. Crobat is nooit verkeerd. Die zit dus fuck. Die is naar mijn mening al gewoon voor 90% confirmed nu in Sword and Shield. Omdat hij letterlijk in iedere game al geweest is. Oh god, we krijgen dan de Pokédex upgrade. Ja. Waarom? Geen idee, maar oké. Ik snap sowieso nog waarom je hier de Coastal, de Central decks allemaal die crap hebt. Mijn encounter, ik wil een encounter, ik wil een encounter. Oké, bladibladibla. Healen. Inke. Dat is niet verkeerd. Op welk level moet ik mijn 3DS ondersteboven houden? Mijn level 30. Het is een Dark Psychic type, je moet oppassen voor bugs, maar... Nou, de meeste bugs hebben we al gehad. Ja, daarom. En voor de rest is het een prima Pokémon. Ik heb hem gebruikt in een Wonderlock. Hij heeft me niet teleurgesteld. Toch even in die Wonderlock had ik heb hem! Nice, dus 1K in Bacon. Dat is echt, echt geen verkeerde pair. Leuke combi. Oké, ik ben nu in Embertown. En... Nog een klein stukje. Dwarf. Oké, dan moeten we daar naartoe. Ja, yeah, nou, heading to Glittering Cave. Trainer. Ik ga ondertussen aan de Glittering Cave toe. Dan hebben we zo meteen weer de encounter. Je weet dat stuk van de Rhyhorn? Dat je een rij om moet rijden. Ja. De encounters daar ken ik uit mijn kop, omdat er maar 3 encounters zijn. Sandile, Helioptile en Hippopotas. Ik ben trouwens underleveled. Shit. Nou, we hoeven niet zoveel trainers te doen hoor. Mijn encounter voor dat Rhyhorn stuk is een Sandile. Nice. Ik koop Moxie voor je. De Intimidate triggerde niet, dus ik denk ook dat de Moxie is. Dat is zeker decent. Ook raar dat je al voor Gym 2 al Dragon Pokémon aan het tegenkomen. Yep. Oké, ik ga wisselen, want nu wordt het iets te gevaarlijk naar mijn mening. Het zijn zometeen nog. Ja, het is zometeen nog de cave pakken. Fossiel fixen en dan is het ook klaar geweest. We moeten alleen nog gaan bepalen welke Pokémon we erin willen hebben. En dat wordt moeilijk nu. Horde encounter. Oké, Talo, Swellow. Talo, Wingull. Sevipor en Zangoose. Het is wel mooi. Maar ik moet runnen. Ja. Ik vind het zelfs mogelijk, was joh. Het is mogelijk. Nee, dit was de. Zo'n horde counter is te gevaarlijk. Hoe de fuck kom ik beneden? Zijn stenen waar je overheen kan springen. Ja, dat begrijp ik, maar moet ik naar beneden, helemaal naar beneden lopen? Je bedoelt links, dat de klif af. Want het enige wat je hoeft te doen is gewoon naar beneden te lopen. Echt letterlijk naar beneden te lopen. Moet ik over stenen springen, ja, ja. Toch? Nee, zonder van de bacon, maar ik heb een vervanger in mijn hoofd. Oké. Ah, Embertown. Ja, mooi. Puur voor mij, want heel simpel, we zitten een beetje op een timer dankzij het feit dat je soms nog wat werk moet doen.
Welke Pokémon's wil je nu sowieso er al in hebben? Naast de twee starters. Dus jouw Brixen en jouw Inkay. Dus Inkay. Inkay wil je erin hebben. En dan voor de rest... Honedge. Honedge en Venipede dus. Okay. Oh, ik was vergeten dat jou... Maar Snorlax wil ik jou niet aandoen. Ik was vergeten dat jouw Horde Encounter niet jouw First Encounter was. En ik wil Scraggy daar eigenlijk ook wel in. Oké, okay, ik zit nog even in van... Oké, we wachten nog heel even met Scraggy. Best. Oké, mijn Encounter voor de Glittering Cave... Kom ik overal? Ik weet het, ben even kwijt. Je moet naar beneden. Emperor Town in. Naar beneden. Heb je fossiel... Heb je zo'n kantoortje nog waar je langs gaat. Zo'n science kantoor. Ja. Daar moet je even ingaan. Trigger een cutscene. Dan kan je rechtdoor naar... de cave. Cutscene. Rechtdoor? Naar rechts bedoel je? Ja, naar rechts. Sorry. Creepball. Nee, want het zijn zo... zo zie je maar, we hebben zoveel encounters. Glittering Cave. Ja. Oeh, het wordt pijnlijk nu. Wat is mijn meest defensive Pokémon nu die ik voorhanden heb? Rotenegen. Ja. Voor jou kan het zijn een Hippopotas. Of een Helioptile. Die normal electric type. Mijn encounter. Sendaal. Oh, je mag ook een Sendaal vangen. Eens kijken of je een Moxie hebt. Hij heeft Intimidate. Doe Squas. Ja. Oké. Rhyhorn, ik zal het heel mooi vinden als je gewoon de fucking bal gaat. Hier, Sendaal. Oké, kom op, Rhyhorn. Nu geen Intimidate, oké, ga. Ja, die ga je vangen. Ja, waarom niet? Hallo, Crocodile. Hallo? Absent Toomer dan. Oké, hoppakee. Rhyhorn is binnen. Dat is heel mooi. Nee, ik weet een betere naam. Oké, dan is dat klaar. Zijn al gevangen. Nice. Ook met Moxie. Mooi. Oké, ik ben ook niet... Ja, ik kan nog steeds een terrible Sendal zijn. Ja, nee, klopt. Ga die van. Ja, ik ben ook nog even aan nadenken wat het beste is om te doen. Vrouwelijk. Even kijken, dat is dat. Nu kan ik repels gaan sprayen. Ik ben ook even aan het nadenken van de twee starters. Je wil Inkay. Even kijken. Wil je Amora nu in je team hebben? Dat fossiel. Of niet per se. Nee, ik kan het beste doen wanneer we bij de box. Wanneer we de box voor handen hebben. Dan kan ik toch gewoon beter checken wat echt zin heeft. Want nu zit ik een beetje mogen van wat was ook weer wat gekoppeld. Wat heeft echt zin om nu te koppelen? Wat is echt onnodig om nu te koppelen? Dat was ook altijd nog wel een goeie. Fuck. Oh, nu hebben we die twee Houndooms, hè? Ja. Oké, noem dit zo. Zo. Glittering Cave.
Ik ben benieuwd wat je tegenkomt. Want er zitten een paar interessante Pokémon's voor je in. Alright. Weet je wat ik voor je hoop? Onix! Oké, okay, Onix is niet verkeerd. Level 17. Weet je wat? Ik ben toch bezig met Team Flare. Je moet nog heel Glittering Cave door. Ik zal even voor je checken. Metal Coat. Ja! Dan kunnen we, kan ik gewoon een Steelix nu krijgen. Dat is wel een keer leuk. Even kijken. Volgens mij sowieso 5... Heb hij niet de kans om hem te hebben? Help bij Magneton of Wild Metang. Pokéball Factory. Weet je wat we ook kunnen doen? Hm. En dat is naar mijn mening misschien eerlijker. Als ik het goed heb, is er een trade in X en Y. Moet ik heel veel voor de zekerheid checken. Dus zorg dat er even geen dingen zijn. Ah, kut! 3 keer ging eruit. Pokémon X en Y in-game trade. Ja, wat je ook kan doen, maar dat is jouw eigen keuze. Is, je hebt een Onix. Maar ik kan ook gewoon zeggen, je vangt een Luftdisk. En letterlijk in Silla City, de plek van de tweede gym, kan je een Luftdisk ruilen voor een Steelix. Hè? Hoezo hè? Eerlijke jouw vriend. Dat is geen eerlijke trade. Dat is geen eerlijke trade, I know, maar... Want dan is dat gewoon je Steelix, anders moet je wachten op de Pokéball Factory voor de Metal Coat. En voor jou, Metal Coat en Pokéball Factory, dat is pas over een goede... Dat is pas bij Gym 6. Hm. Maar laat ik, laat ik eerst Onixjes vangen. Ja, dat is ook een goede. Dan laat ik soms eerst even kijken wat we echt nu allemaal in de box hebben. Want laten we even eerlijk zijn, dit is volgens mij de eerste de sessie waarin we de meeste encounters hebben gevangen in een relatief korte tijd. Hij wil gewoon niet in die pokeballs. Even kijken. Hoeveel damage heb je hem eigenlijk al gedaan? Hij zit op rood. Oh. Maar hij gaat elke keer de pokeballs uit. Of het nou Great Ball of een pokeball is. Premier Ball? Doe maar. Gaat hij daar niet in? Hij gaat daar ook niet in. Oh. Nee, ook niet. Nee, ik wil bijna zeggen, blijf maar gewoon bokkenballen gooien. Bokkenballen? Ja, bokkenballen gooien. Blijf bokkenballen gooien. Harm, je weet toch, bokkenbal gooien. Maar het enige... Vervangen. Mooi. Dus dat is Onix en Rhyhorn. Oeh, nice combi. Mm-hmm. Het enige waar ik moet vinden is, waar de fuck is die Protector? Ja, kun je ook dat regelen. Want daar zat ik voornamelijk in. Gewoon een Rhyperior en voor jou een Steelix. Hey, ik wil dat doen, puur voor... Omdat het zo'n bullshit paar is. Want dat team heb je nooit. Alleen... Ik kan Rhyhorn nog voor een lange periode wel gebruiken. En Rhyhorn is nog wel bruikbaar. Maar ik wil jou niet aandoen om zo'n lange periode een Onix te hebben. Nee joh, maakt mij niet uit. The rock has been set to box one. Kijk wel even. Want het zijn gewoon een paar Pokémon's waarvan ik denk van oké, die wil ik er best in hebben. Zodat jij gewoon een goed team hebt. En een paar denk ik van mezelf van oké, dat wil ik mezelf niet eens aandoen. Of voor fuck's sake, ja. Azuril, wanneer fucking evolve jij? Je moet hem wat meer liefde geven. Ik geef dat beest al rotschop, want die ziet er net zo voetbal. Liefden. Rotschop. Oh, Solrock was ook wel decent geweest. Solrock is niet decent. Nee? Nee. Als je puur kijkt naar type, voor mij is je Rock Striking met Levitate. Nee. Hij is in een paar situaties is hij goed. Maar niet bij deze gym, niet bij de volgende gym, niet bij de volgende gym, niet bij de volgende gym. Hij is pas volgens mij goed bij gym... Ik wil zeggen gym
8. Misschien. F. Oké. Okay. Oeh, dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Hoe ver ben je nu in de Glittering Cave? Niet ver. Want ik waarschuw je vast nog één ding. Je hebt zometeen een dubbel battle. Met een Scraggy met Moxie. Oh, rip. Oh, Cubone. Nice. Ja, dat is inderdaad een rip. Ik ben nu net... Het gaat goed in deze. Please, heb geen fucking dry skin. For fuck's sakes. Bezig met dry skin ook. Shadowclaw! Oh ja, de move. Shadowclaw. Je bent echt de cave aan het exploreren zonder dat je een draad aan hebt. Ben daar. Dat is prima. Ik noem dat leren, überhaupt. Had ik nog een escape rope of moet ik soms een hele stuk opnieuw doorlopen? Cutscene. Oh, ik was vergeten dat het beest sidebeam was. handig. Nou, daar kom ik nog goed vanaf. Oké, was de Pokémon die op mijn kop valt? Een Woobat, maakt dus niks uit. There we go. Even Super Potion erin douwen. Nee, dan kunnen we waarschijnlijk net alles nog op tijd halen. Oké, zo meteen gewoon rustig aan het werk. Zubat. Zo. Hallo meneer. Welke starter gebruik ze eigenlijk in speedruns? Oh ja. Dietje ga je leuk vinden. Chesspin. Ze gebruiken volgens mij Chesspin in het begin. Maar voor Gym 1 doet ze hetzelfde als mij. Waar is die Bunnelby? Want ik wil hem Farfetch'd. En dan nemen ze Farfetch'd mee voor een groot deel van de game. Totdat ze Lucario hebben. En dan gebruiken ze Lucario voor de hele game door. Ja, maar Lucario is ook gewoon OP. Ja, klopt. Oké, ik ben uit de cave. En ik probeer nu langzaam zeker even naar de PC-box te gaan en dan kunnen we rustig ons team gaan selecteren. En dan kan ik ook rustig teruggaan van oké, deze trainer moet nog doen, deze trainer moet nog doen, deze trainer moet nog doen. Als ik niet zie aan het spammen, hij is slim bezig. Hij is zo slim dat hij het is vergeten. Oké. Maar ik wou ook Awakenings heb gekocht. Mm-hmm. Serieus, poison door Stretch. Yep. Hoe groot is de kans? Nou, 10. Oké, kom op, ben er bijna. Yes, kan eraf. Oké, dan is het voor mij nu
klaar het hele stuk. Dan ga ik even naar de PC-box. En dan ga ik op de dingen klaarleggen. Eerst healen. Dat is wel even handig nu. There we go. Ja, je hebt een escape rope zometeen wanneer je de double battle hebt gehad. En dan is het ook klaar. Harm, wil je weten hoeveel Pokémon's we hebben gekregen in dit hele stuk? Nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Pokémon's hebben wij ontvangen in deze hele, dit hele stuk. Oké. Okay. Ik heb de box niet voorhanden. Oké, sowieso de starters. Jij wordt de Honedge. Dat is Venipede. Mm-hmm. Oké, Inkay. Met Bagon. Rhyhorn met Onix. Ik hoor geen jou en ik hoor geen nee. Sorry, ik ga beginnen aan de double battle. Wat zei je? Rhyhorn en Onix. Ja. En als laatste zijn de koppels die we kunnen doen. De Ladybug en de Combi. De Plusle en de Scraggy. De Vivillon en de Butterfree. De Illumise en de Snorlax. De Sandile en de Sandile. De Azurill en de Bibarel. En de Whismur en de Meditite. Serieus, heeft Krookrunk Dryskin? Ja. Zo, die Esper is gewoon in one hit KO. Yep, en hier komt de Moxie van de Scraggy. Welke Pokémon heb je nu voor eigenlijk uitgezonden? Wartortle. Ik ga switchen. Ik zou zeggen, gebruik de Wartortle nog om de Scraggy te killen. Want die moet als allereerste weg. Als de Scraggy is gekilled, dan kan je switchen naar wat je ook wil. Maar die Scraggy moet dood. Want Moxie is te gevaarlijk. Scraggy is dood. Mooi. Even kijken. Kijk, eerlijk gezegd, mij maakt niet uit wat ik nou nog erin stop. Want ik kom met Fogadillo te voeten, met Ivysaur, met een Venipede, met een Bagon en een Rhyhorn. Dus eerlijk gezegd, maakt mij niet uit wat ik er nog in stop. Hop, wat een... Waarom was deze battle nodig? Omdat... Nee, Scraggy kan de Espe killen. Nee. Als je daar een Epsol uitzendt, kan hij de Epsol killen. Heeft hij plus 2 attack. En dat is gevaarlijk. Oh nee, we hebben 10 Pokémons. Want we hebben nu ook Tyrant en een Mora kunnen combineren. Dus oké. Okay, Ladybug en Combi sowieso niet. Plusle en Scraggy. Wil je graag een Scraggy? Vivillon en Butterfree. Dat is duidelijk, dat is gewoon een nee momenteel. Waarom moet ik nemen? De Jaw of the Cell? Seal. Wil je Snorlax? Ja, op zich. Wil je Sandile? Ja. Wil je Bibarel? Nee. Wil je Meditite? Nee. Wil je Amora? Nee. Weet je wat? Neem ja, maar... kan op zich ook nog wel. Ja, weet je wat? Als ik puur kijk naar... team wat jij dan nu hebt. Doen we dat. Dan pak jij de Amora. En pak ik Tyrant. Best. Dan kom ik er wel mee uit de voeten. Want dan hebben we nog heel veel power nog in de box zitten. Je moet zo meteen nog een keer noemen hoor. Als ik bij Pokémon zitten ben. Want dan ga ik geit vergeten. Sure.
Oké. Hebben we dat mooi voor elkaar. Nog een beetje door de Franse kijken, of niet? Half. Nee, meer een deel... Omdat het geen 30 graden meer is, kan ik mooi weer in de middag gewoon fietsen. Ja. En in de middag is Tour de France bezig. Ik zou toch mooi wat doen om het te kunnen kijken. Om echt bij te zijn. Nou, ben ik op te kijken op tv. Door de weeks. Oh, op die manier. Zullen we de Vos al doen? Oké, nou, dat is een redelijk goed team nu. En dus voor mij binnenkort gewoon even alles checken van oké, zijn er nog dingen die ik kan gaan pakken? Kijk, ik heb hem. Pokémon Center. Alright, healen. Nou, we hebben veel progress gemaakt. Ja, ja, mooi. Want het is gewoon volgende keer gym 2. Gym 3 is daar vlak na. En gym 4 is dat ook vlak na. Gym 5 ook. Dus met... Oké, vertel. Wat was het? Oké, Breaksun. En War Turtle. Ja. Dan jouw Honedge. Honedge. Ja. Inkay. Ja. Onix. Ja. En dan Amora. Wel een decent team, zeg. Ja, kijk, het is wel een beetje... zowel aan jouw kant als aan mijn kant... een beetje Waterweek. Maar er is geen... dat is pas een probleem... later bij de Elite 4. En wie zegt dat we dit team houden... tot het einde van de rit? Mijn Inkay heeft gewoon foul play... als move, even serieus. Mooi toch? GG. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk genoten hebben. En we zien jullie de volgende keer weer. Laters.